Waarom zijn sommige medicijnen zo duur? Dit is de Universiteit van Nederland. Kunnen jullie mij vertellen wie de meest gehate persoon is van de Verenigde Staten? Exact, heel goed. Martin Shkreli. Dit omdat hij in 2015 werd uitgeroepen inderdaad, officieus, tot de meest gehate persoon van de Verenigde Staten. Dit omdat hij een levensreddend medicijn voor patiënten, voor mensen met HIV, de prijs had verhoogd met maar liefst 5000%. Dus van $13,50 naar ongeveer $750. Dit is natuurlijk niet representatief voor de kosten van alle medicijnen. Maar wellicht wel een leuke anekdote om eens goed naar de prijzen van medicijnen te kijken. Want in Nederland, net zoals in veel andere westerse landen, worden er steeds meer dure geneesmiddelen geïntroduceerd. En in het kort zijn deze geneesmiddelen zo duur, omdat het gewoon ontiegelijk duur en langdurig is om deze middelen te ontwikkelen en op de markt te brengen. En daarbij wordt het vaak gedaan door beursgenoteerde bedrijven die natuurlijk ook winst willen maken. En het is dus wellicht een goed idee om deze introductie van deze dure geneesmiddelen te reguleren. En eventueel ook een maximale prijs te stellen wat deze medicijnen mogen kosten in relatie tot de effectiviteit, dus tot wat het opbrengt. Dit doen we thuis ook. Als Apple bijvoorbeeld een nieuwe iPhone zou ontwikkelen en deze voor €10.000 op de markt zou brengen, zou waarschijnlijk bijna niemand deze kopen. Omdat we wellicht het geld beter aan andere zaken willen uitgeven. Maar kunnen we zo ook naar de zorg te kijken? Is het ethisch om op basis van kosten van medicijnen de toegang tot, hiertoe te ontzeggen? Ik ben een gezondheidswetenschapper die kijkt naar kost en baat in de zorg. En hierbij kijken we steeds wat nieuwe medicijnen toevoegen tot de huidige zorg en hoeveel dat ze duurder zijn. En hierbij zeggen we ook of ze waar voor hun geld opleveren. En daarbij hebben we impliciet, of zelfs expliciet, iets in gedachten over wanneer iets waar voor zijn geld geeft. Want ook in de zorg kunnen we iedere euro maar één keer uitgeven. En als we een euro aan te dure medicijnen uitgeven, kunnen we het waarschijnlijk niet aan kosteffectieve of andere medicijnen uitgeven. Dus kosteffectiviteit kan je informeren of iets een redelijke prijs is voor een medicijn wat het oplevert. Zoals gezegd, er zijn steeds meer dure geneesmiddelen in de zorg. En recent was er nog een voorbeeld, Orkambi. Dit middel kostte initieel €170.000 per patiënt per jaar. Natuurlijk heeft het ministerie hier wat een korting uit onderhandeld, maar toch, het blijven dure medicijnen. En we kunnen niet al deze medicijnen maar zomaar introduceren in de zorg. Want als we dat zouden doen, zou waarschijnlijk de zorgpremie stijgen. Of zou andere belastingen moeten stijgen. Misschien om dit te verduidelijken, moeten we eerst kijken naar de ontwikkeling en productie van medicijnen. Want dit wordt met name gedaan door een kleine groep van grote farmaceuten. Deze farmaceuten, ook wel Big Pharma genoemd, zijn vaak beursgenoteerd. Wanneer ze starten met het ontwikkelen van een nieuw medicijn, vragen ze vaak een patent op dit medicijn aan. En dit patent geeft hun min of meer het alleenrecht om dit medicijn 20 jaar te produceren. En dit bemoeilijkt dus de concurrentie. Als het patent verlopen zou zijn, dan is er meer concurrentie mogelijk. En dan is het waarschijnlijk dat de prijs hierdoor daalt. Daarom zijn medicijnen zoals de ibuprofen, de paracetamol, waarschijnlijk relatief goedkoop te krijgen. Dan kun je je afvragen, wat is dan het nut van een patent als het alleen maar de kosten van een medicijn opdrijft? Nou, het patent geeft de fabrikant eigenlijk een kans om de kosten die hij heeft gemaakt in het ontwikkelen en op de markt brengen van een medicijn terug te verdienen. Je zou het kunnen zien als een soort van beloning voor innovatie. En hiervoor moeten we misschien eens kijken naar het proces van het ontwikkelen en op de markt brengen van medicijnen. Dit bestaat uit verschillende fases. De eerste fase is de onderzoek- en ontwikkelfase. Hier wordt vooral naar de ziekte gekeken. Dus welke mechanismen spelen in deze ziekte een rol? En de tweede fase is de preklinische fase.
Hierbij wordt dan een potentieel medicijn mogelijk uitgetest op bijvoorbeeld dieren. En wordt er dan gekeken naar de bijwerkingen en de werkzaamheid van het medicijn. En als dit allemaal goed is doorlopen, volgt de volgende fase. Dat is de klinische fase. Hierbij wordt het middel op steeds grotere groepen patiënten uitgetest. Dus eerst een kleine groep en daarna grotere groepen. Hier kan ook eventueel een dosis-escalatiestudie worden gedaan om te kijken wat nou de optimale dosis is van het medicijn. En dan de laatste fase hierin is de registratiefase. Hier probeert de fabrikant eigenlijk definitief de werkzaamheid en de bijwerking van het medicijn vast te stellen. Dit doet hij vaak aan de hand van 1 of 2 grote gerandomiseerde studies. Als al deze fases zijn doorlopen, gaat in Europa de EMA eens naar het medicijn kijken en de resultaten van deze studie. En deze onafhankelijke organisatie beoordeelt dan of het medicijn inderdaad werkzaam en veilig is om te gebruiken. Na een positief oordeel heeft het medicijn toegang tot de Europese markt. Maar dat betekent nog niet dat het ook tot het basispakket van verzekerde zorg behoort. Hiervoor gaat de fabrikant vaak met de nationale autoriteiten om tafel zitten. Hier komt de fabrikant dan vaak met een prijsvoorstel en ook een korting op dit prijsvoorstel. En deze korting die kan per land verschillen. Dus hetzelfde middel kan in één land goedkoper of duurder zijn dan het andere land. Dit wordt vaak achter gesloten deuren gedaan. En onlangs werd bekend dat minister Schippers een gemiddelde korting van ongeveer 25% heeft bedongen op 24 medicijnen. Dus het is kostbaar, een langdurig en risicovol proces om nieuwe medicijnen op te ontwikkelen en op de markt te brengen. Risicovol, omdat van de 200.000 ontwikkelde stofjes, of stofjes die worden bekeken, uiteindelijk maar 20 medicijnen op de markt komen. Dus, maar dat betekent natuurlijk niet dat de fabrikanten zomaar alles kunnen vragen voor hun medicijnen. Want gaan we nu echt het zorg-equivalent van die iPhone van 10.000 euro introduceren in de zorg? Vooral ook als we naar de winsten van farmaceutische sectoren gaan kijken. Deze zijn vaak zijn hoger dan de meeste andere sectoren. In 2015 werd geschat dat de gezamenlijke winst van de 20 grootste farmaceutische bedrijven ongeveer 125 miljard dollar was. Dus we moeten eigenlijk bepalen wat is een redelijk prijs. En je kunt je afvragen of we hiervan moeten kijken naar de ontwikkel en op de kosten voor het ontwikkelen en op de markt brengen van het medicijn, of wat het medicijn oplevert. Ik denk het laatste. Maar misschien kunnen we beter kijken hoe het in Nederland nu wordt gedaan. Want na goedkeuring van de EMA kijkt het Zorginstituut Nederland naar het medicijn. Om uiteindelijk de minister te adviseren om het medicijn wel of niet toe te laten tot het basispakket van verzekerde zorg. Het basispakket van verzekerde zorg, daar hebben alle Nederlanders recht op. Dus als het daarin valt, dan is het gewoon vergoede zorg in Nederland. En het Zorginstituut heeft hier 4 criteria in. Ten eerste de effectiviteit. Hier wordt gekeken van oké, hoe effectief is een nieuwe middel ten opzichte van de huidige zorg. Tweede criteria is de kosteffectiviteit. Dus brengt het nieuwe middel waar voor zijn geld ten opzichte van de huidige zorg. Derde criteria is de noodzakelijkheid. Dit criteria is tweeledig. Ten eerste wordt er naar de ziektelast gekeken, dus hoe ernstig is de ziekte. Voor ernstige ziektes zijn we in Nederland wellicht bereid om meer te betalen. En ten tweede wordt ook gekeken van moet deze zorg echt verzekerd worden? Of kan de patiënt eventueel dit zelf betalen? En het laatste criterium is de uitvoerbaarheid. Hier wordt echt gekeken van is het haalbaar om dit nieuwe medicijn te implementeren in de Nederlandse zorg? En hier wordt er onder andere gekeken naar de budget impact. En op basis hiervan stelt het Zorginstituut dus een advies samen voor de minister voor het wel of niet toelaten van dit nieuwe medicijn. Even terug naar het kosteffectiviteitscriteria. Want waarom kunnen we niet gewoon alles zomaar in het basispakket van de verzekerde zorg opnemen? Dit omdat ook het zorgbudget, in Nederland is het ongeveer iets hoger dan 90 miljard euro per jaar, is beperkt. En we kunnen iedere euro maar 1 keer uitgeven. Als we bijvoorbeeld alle medicijnen zouden implementeren, moeten we wellicht de inkomsten verhogen, dus de premies verhogen,
of de andere belasting verhogen, of snijden een andere overheidsuitgaven, wellicht in de zorg of in andere sectoren. Maar dit is wellicht niet haalbaar, want als we bijvoorbeeld naar de premie kijken. In 2010 was een modaal inkomen ongeveer 20% van het bruto inkomen kwijt aan zorg. En als die stijging die toen werd gezien door zou worden getrokken naar 2040, is het modaal inkomen ongeveer de helft van hun bruto inkomen kwijt aan zorg. Dus ook het gezondheidsbudget is beperkt in zekere mate. Dus we moeten goed kijken hoe we dit kunnen uitgeven. En kosteffectiviteit, door te kijken naar de kosten en baten in de zorg, kunnen we kijken of een nieuw middel waarvoor hun geld levert. Op de achtergrond ziet u nu de kosteffectiviteitsgrafiek. Hier wordt vaak naar gekeken in kosten-batenanalyses. Op de x-as is de effectiviteit van een nieuw medicijn ten opzichte van de huidige zorg. En op de y-as zijn de kosten van een nieuw medicijn. Als het linksboven of rechtsonder zou vallen, is het waarschijnlijk een no-brainer. Want dan is een nieuw middel ofwel duurder en minder effectief, of effectiever en goedkoper. Maar vaak vallen nieuwe medicijnen rechtsboven. Dus dan is het effectiever en duurder dan de huidige zorg. En dan moeten we kijken, oké, wat zijn we nou bereid te betalen voor een extra eenheid in effectiviteit? In Nederland wordt er vaak de effectiviteit dan uitgedrukt in levensjaren in goede gezondheid. En we hebben een informele ratio, drempelwaarde hiervoor, dat we in Nederland bereid zijn om €80.000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid te betalen. Dit is afhankelijk van de ziektelast. Dus voor ziektes met een lagere ziektelast zijn we wellicht bereid om minder te betalen. En dit kan wederom internationaal variëren. In Engeland en in de UK zijn ze bijvoorbeeld bereid om 20.000 tot £30.000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid te betalen. Enkel voor mensen met een slechte prognose zijn ze onder bepaalde omstandigheden bereid om meer te betalen. Zijn ze bereid om tot £50.000 per gewonnen levensjaar in goede gezondheid te gaan. Echter, deze kost- en baatanalyses, deze informeren wellicht een pijnlijke beslissing. Want het ontzeggen van nieuw medicijn aan patiënten, omdat het simpelweg te duur is, eigenlijk geen waar voor zijn geld oplevert, is natuurlijk pijnlijk. En daarom moeten we er zeker van zijn dat we deze kosten en baten zo goed mogelijk in kaart brengen. Maar dat is vaak heel lastig, omdat studies die gedaan worden slechts maar 1-2 jaar duren. En wij willen natuurlijk de lange termijn kosten en baten van medicijn in kaart brengen. Hiervoor ontwikkelen we allerlei mathematische modellen om dit te doen. Maar desalniettemin is er veel onzekerheid. En daarom is het van cruciaal belang om deze onzekerheid goed in kaart te brengen en ook te communiceren naar beleidsmakers die uiteindelijk deze beslissing maken. En dit is onderzoek waar ik mij dagelijks mee bezig hou. Terugkomend op de vraag van mijn college. Waarom zijn sommige medicijnen zo duur? Het komt dus omdat het duur is om medicijnen te ontwikkelen en op de markt te brengen. En daarbij zijn het vaak beursgenoteerde bedrijven die dus ook winst willen maken die deze op de markt brengen. En ik hoop dat ik jullie vandaag ook heb kunnen meegeven dat door naar de kosten en baten van deze nieuwe medicijnen te kijken, we een weloverwogen beslissing kunnen maken of een nieuw medicijn inderdaad waar voor hun geld oplevert. En dus wellicht een aanmerking komt om opgenomen te worden in het basispakket van verzekerde zorg. Dank jullie wel. Thank you.